Ja. Willem, ik heb gehoord dat jij de romantischste prins bent die er is. Met afstand. Met afstand? Ik heb zelfs een keer gehoord dat je met jullie vrouw nooit een hotelletje bent gegaan. Ja, dat klopt ook, ja. Ja, je gaat door de bruidssuite afgehuurd. En toch ging het jou geen rode guldige kost. Leg dat eens uit. Ja, dan van die bruidssuite, dat waren niet helemaal juist. Maar ik had inderdaad een hotelletje gehuurd, alleen net op de verkeerde dag. Kijk, dat je dat bedoelt. Ja, gewaar, de dag te laat heb ik gehuurd. Ja, ik kan niet altijd op tijd zien, hè. Ja, dan kan de vrouw nog eens meenemen. Kom, schat, gewoon het Hilton Hotel, hè. Daar springen er alleen mensen vanaf, niet? Ja, dat in ieder geval. Ik heb ik eigenlijk voorkomen? Ja, ik heb gehoord dat ik een leraar ben. Ook daar. Ook daar, ja. Kom je echt niks anders worden? Nee, dat zei ik ook toen ik de leraarkamer in kwam, inderdaad. Ja. Hoe in godsnaam word ik eens ergens wakker en denk je bij eigen, ik wil leraar worden? Ja, daar vroeg ik me eigenlijk nog steeds iedere merken af als ik weer wakker word eigenlijk. Ja. En wat voor leeftijdscategorie geeft je les? Van 12 tot 17. 12 tot... Dat is niks van jou, hè? Ja. Hey, ik heb gehoord dat jij PSV-fan bent. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik heb gehoord dat jij al de rest van jou, wat jij dan vrienden noemt, dat de Ajax-fans zijn. Dat is onjuist. Ja. Dus als ik het eigenlijk samen moet vatten, werkt jij met verstandelijke handicap. Ja, ik weet dat nu op school is eigenlijk toch wel meer PSV, dus dat valt eigenlijk wel mee. Ah. Hey, ik heb gehoord dat je een huis ging bouwen. En dat zo'n klein beestje, een uiltje, zoveel gezorgd werd dat jij niet ging bouwen. Ja, daar ben ik uiteindelijk wel blij om, ja. Dat ik toch niet heb hoeven sjouwen. Dat is wel toch goed gevallen, denk ik. Leg dat je eens uit hoe dat in elkaar zit, want dat vind ik toch een raar verhaal. Nou ja, er komt een uil en die zit dan net op de plek waar jij wilt bouwen, vertellen ze dan. En dan uiteindelijk zeggen ze, ja, sorry, maar meneer Schippers, maar jij bent niet bouwen. Er zit een uil. Was het ook een homofiele uil? Waarschijnlijk wel, ja. Ja, dat kun je horen, hè. Ja. Als je, dan weet het grap, hè. Maar je hebt iets met uilen, want ik wilde met jou uitkomen dat een uil ook helemaal misging. Ja, een uil die hebben we een beetje gesaneerd, zeg maar. Dat was eigenlijk de bedoeling, zeg maar, van het uitkomen. Ja, ja. Ja. Hey, ik ken jou van de radio? Kan dat kloppen? Nee. Ben? Nee. Ah, ik heb dus gehoord dat jij mee op vakantie bent geweest met mensen die jij jouw vrienden noemen. Ja. En dat je toen toch in de radio-uitzending terecht bent gekomen. Ja, ja, maar ik deel u. Ja. De beste bijeenklaar, eerlijk zijn, hè? Ledenakken, wie is de prins van de ledenakken? Ja! Prins Lion! Ja, nou. Wij zeggen gewoon leeuw, maar hier, Lion! Hoe zit dat? Ja, hoe zit het? Ons pap en mam die waren iets apart en ze vonden Leon, dat vonden ze standaard, dus daar hebben ze met Leon van gemaakt. Nou, dat hebben ze geluk gehad, want ze hebben echt iets apart gekregen. Ja, ik ben blij dat je dat ziet. Ja, ja, ja. Hé, hey, ik heb gehoord dat jij altijd de wedstrijd won van jouw vriend met mij te versieren. Hoe neer je dat gedaan, want dat kan niet op uiterlijk gekomen zijn, daar geloof ik niks van. Ik weet niet waar jij die informatie van meldt. Nou, die hebben jouw vrienden opgegeven. Oh, ja, ja. René! Dat klopt, dat is de prins van Ingevoort op dit moment. Ja, ja. Hé, hey, jouw prinses die komt uit Boksel? Helemaal correct. Ja, leg mij eens uit, wat een boer hier uit zo'n gat. Hoe dat hij aan zo'n geweldige mooie vrouw komt uit Boksel? Nou, dat zou ik wel eens helemaal vertellen. Wij hebben bij ons in het leger, hebben wij een dancing de Breienburg. En dan komen de schoonste vrouwen uit de hele regio naartoe. Ja, en ik heb het geluk dat ik gewoon in het leger woon. En door eigenlijk, ja, goed de plekje gehuurd heb. En dan kwam ik deze mooie prinses tegen. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Hey, ik heb gehoord... Ja, en? Ja, maakt mij niet uit. Nee. Ik heb gehoord dat je half fabrikaten maakt voor boswandeling. Dat heb je ook goed, ja. Ja. Nou, stel ik me zo voor dat jouw medewerkers allemaal zo die boswandeling maakt en ga je voor de half opzuigen. Ja,
Ja, ik zeg al, het geheim van Smit, hè? Dat mag ik hier niet komen toelichten. Nee, je moet elke dag met de fiets naar het werk vanwege de alcoholcontrole. Ja, ja. Ik neem aan dat de fietsjes weer zijn, wieltjes, want... Daar ben ik wel mee begonnen, maar dat is al lang geleden. Ja. Jouw vrienden zijn ook, hij is altijd een aangeschoten hert in het hert. Ik ben een aangeschoten hert in het hert, klaar in orde. We moeten hem naar huis brengen, want hij kan nooit geen maat houden. Dat is niet wel over een 30 vierkunt, ja. Ja. En hoe moet ik dat mijn eigen voorstellen? Iemand die elke dag alcohol drinkt en dan nog omgeeft. Ja, ja. Zeer merkwaardig. Ja. Ja. Hey, de volgende prins. Dat zou van wit moeten zijn, van de Panneriek uit Wanrooi. Klopt allemaal. Kijk, ja. Wim, ik heb gehoord, je komt uit Bergijk. Ja, Bergland. Ja, je komt uit het Teutenland. Ja, Teutengat. Je komt uit Kroeg. Dan kon ik in Woorden. Ja. En je drinkt geen alcohol. En zo ben ik. Ja. Ja. Ik heb gehoord dat jij van beroep bent, dat jij koeien insemineert. Nou, weet je waarom ik geen alcohol drink? Nee. Hier staat geen pilsje. Dat is een goede idee. Ja. Daar zorg jij er wel voor dan, of niet? Ik zorg nergens. Hey, ik heb gehoord dat jij koeien inseminator bent. Nee, dat klopt niet. Dat klopt niet? Nee. Hoe komt dat? Omdat ik dierenarts ben, ik ben inseminator. Ja. Je hebt thuis twee koeien? Ja, toch. Ja. En dan kreeg je de helft maar van gedekt. Dat doe ik zelf niet. Nee, dat neem ik aan. Dat laat ik doen. Ja, dat laat ik het doen, maar zal ik er eens een echte veearts bij halen? Ik heb een inseminator bij gehaald. Zelf, dat helpt niet. Ook dat helpt niet. Nee. Wat wil je nou doen als ik vrije tijd heb? Ik hoor dat jij hoofd van wat lopen. Wat lopen wel. Ja, en dat wil ik doen hier in Wanrooi? Nee, daar heb ik geen wat. Nee. We hebben alleen watjes. We hebben alleen watjes. Nee. Maar die hebben wij niet bij, hè? Dat snap ik wel. Jongens, dat is eigenlijk nog niet meer ziek worden, hè? Hij is er eigenlijk nou benauwd, hè? Kom op, jongens, hè? Gewoon straks de bus, deur op dicht. Ik heb gehoord dat jij niet zo van voetballen houdt? Jawel, ik hou wel van voetbal. Alleen niet van PSV. Hoe ben je dan supporter van Ajax en van voetballen houden? Dat zijn twee dingen die samen gaan, hè? Ja, schijnbaar. Sommigen, ze houden toch meer van Ajax en voetballen dan van PSV. Ja. Jij komt eigenlijk een beetje uit dezelfde categorie als die meneer. Daar ben ik blij mee. Daar ben ik wel blij mee. Ja, ook, je houdt ook van kleinmannetjes, heb ik gehoord. Wesley Sneijder. Ja, wat? Leg meer nou eens uit, je bent een volwassen man. Dan hang je toch geen poster van Wesley Sneijder boven op bed? Nou, die hangt er helaas niet boven. Maar ik kan er ook geen boswandeling meer maken, dat doe ik ook niet. Nee. De prins van de oploop, de Spurringbuken. Hey. Hey. Nou, jouw naam is Brammelaar. Ja, ja, Brammelaar. Nou, dat doet mij denken aan een Rammelaar, hè? De mannetjes benijn. Daar is het wel van afgeleid. Ja, daar is het van afgeleid. Ja. Dan leg mij eens uit, waarom komen we elk jaar in een paashazenpak? Ja, maar dit is een Brammelaarpak, waar hij lijkt een paashazenpak. Voor mensen die er geen verstand van hebben. Nou, ik heb van jouw vriendin gehoord dat je in dat pak jouw eieren goed bent te verbergen. Ja, dat is echt. Allesbedekkend pak. Ja. Ja. Hey, bij het voetbal hangen de bijnaam Leo, lomp en onhandig. Ja. En je hebt een erg afhangende tactiek om de tegenstander te misleiden, heb ik. Ja, verschillende zelfs. Een van die tactieken schijnt te zijn dat je zou doen ook voor een schijnt. Met tijd en wijlen, iedereen in het plaatsen nog. Dat werkt wel. Ja. Ik neem aan dat jij niet in het duurste voetbal?
Ja, ik ben wel rustig lang aan doen en op verzoek van mezelf ben ik inderdaad deur. Ja, want ik heb het eerste kampioen is geworden. Ja, inderdaad. Toch ja. Zonder mee. Dat wel. Ja, ja. Ik wilde net als zelfs Bavaria peeps aan te pas zijn gekomen. Ook die, zonder latex pakje. Ja. Ja. En kon ik daar gewoon Nederlands mee communiceren? Ja, en nou. Zit er wel eentje weer een huisje nog zien? Ja, dat klopt. Ik heb lang. Oh, die huis al. Ja. Ik heb gehoord dat jij ook sponsor bent van jullie plaatselijke voetbalclub. Ja, de beste sponsor ben. Ja, want ik heb gehoord dat jij 100 euro sponsorde. En dat je toen dacht dat ik de hele club over wat meer. Nee, dat is mijn lidmaatschap om mee te mogen doen, denk ik. Ja, je zal elk jaar 5 leden aanbrengen, nieuwe sponsors. Ja, die afspraak is mee aan het gaan. Ja. Jij noemt jouzelf de vaartmakker. Vaartmakker, ja. Ja, nou, leg maar uit. Ja, nou, zo heet het. Ja, daar is eigenlijk geen uitleg voor. We hadden een vriendengroep en als moderne vriendengroep hoorde een naam te hebben. En de meeste was al bezet en toen heb ik vaartmakker gekozen. Ja, dat was eigenlijk niemand die dat ook al had. Dus. Ja. Hebben jullie nu vriendengroepen die regelmatig kagelas wel om jullie sterretjes te repareren? Of, ja, dat gebeurt. Ja. Je hebt eigenlijk altijd de contributie betaald, maar nadat je prins bent, niet meer. Betekent dat eigenlijk dat je maar een hele saaie vereniging vindt op jullie zij kagelas gebeurt? Ja, nee, dat is weer de buurtvereniging. Dus daar hebben we een verschrikkelijke contributie van, ik denk dat dik 12 euro. Ja, in tijden van recessie, waar gesneden kan worden, dan snijden. Ja, toen is het nog niet een prins geworden. Dus ik heb wel lopen met op, denk ik. Ja. Ik heb gehoord dat jouw studententijd al behoorlijk zuinig was. Altijd. Ik heb ook gehoord dat jouw vrouw dat iets of wat verkeerd begrepen heeft. Die dacht dat veel geld had, maar blijkbaar waren we iets anders heel zuinig geweest. Ik kan meerdere dingen slaan, dus ik ben benieuwd. Maar ik heb gehoord dat ze de eerste 6 weken van de huwelijksnacht de benen niet meer dicht kunnen doen. Weet je, ik denk ik gewoon een keer mijn vriendin te huwelijk heb vragen. Nou, waar let u? En dat is niet spontaan als dat nodig. Dat is niet spontaan als dat nodig. Moet ik nog mijn knieën oplagen dat zo? Hey, wij zijn gelukkig samenwonend. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ja, maar ik kan dan nog, hè. Ik noem ze veel wild. Ja, ik kan het begrijpen, mensen. Ik heb zelf ook geen vrouw. Nee, vandaag als er snijbloemen zijn, voor een dag dan een vaste plant in huis nemen. Hè? Hey, ik heb gehoord dat je fan bent van George Baker. Ja, echt. Tot het bot, ja. Ik heb een tattoo op mijn rug. Wat is het? Hij is een beetje afgezakt, inmiddels. Hallo, de volwassen mens. Die de stikker van George Baker op zijn rug brengt. Ja? Ja? Er zit het niet voor middel doen, dus. Hoe moet ik naar mijn eigen voorstellen, prinses? Ik ben zo. Kan ik nou met George Baker naar bed of mee? Nee, hoor, ik ben aan het voorkant tegen. Ik heb jullie nog één vraagje. Normaal elke prins die heeft een slagzin.